Jody. Mijn kleine prinses. Oh. Laat me je bekijken, meisje. Oh mijn god, wat een prachtige jonge dame ben jij geworden. Nog prachtiger dan ooit. Beetje sip. Verloren. Net als toen ik je voor het eerst zag. Je kunt je niet voorstellen hoe ik je gemist heb. En? Waar is Aiden? Oh ja. Goed dat je er bent, maatje. Loop je mee? Oh ja. Ik maak me zorgen. Ze zoeken naar je. Ik moest weg. Ik had echt geen keus. En Nathan? Oh, die is de grote baas nu. Hij runt de DPA. Hij heeft het ver geschopt sinds de tijd in ons kleine lab. En jij? Waar werk jij nu aan? Ik leid een kleine groep. We klassificeren de verschillende entiteiten. Kijken of er andere soorten zijn. Dat soort dingen. Het heeft geen hoge prioriteit, maar ik mag doen wat ik wil. Dus... Zijn ze al verder met de infrawereld? Oh, ze hebben miljoenen besteed aan de bouw van een nieuwe condensator. De meest krachtige die er bestaat. Natuurlijk was dat pas mogelijk toen het leger werd ingeschakeld. Waar ik het met je over had. Heb je iets ontdekt? Op de dag van je geboorte kreeg een vrouw, Nora Gray, een kind in het DPA-ziekenboeg. Ze verklaarde haar kind doodgeboren. En de vader? Heb je iets ontdekt over hem? Zijn naam was Jonathan Nichols. Hij stierf voor de geboorte. Hartfalen. Meer kon ik niet vinden. Wat weet je nog meer over haar? Niet veel. Ik weet alleen dat ze deelnam aan het DPA-onderzoeksprogramma 20 jaar terug. En dat ze ook een gave had. Waar is Nora nu? Ze is geïnterneerd in een psychiatrisch ziekenhuis. Vlak na de geboorte. Volgens haar dossier zou ze er nu nog moeten zijn. Mijn moeder zit in een inrichting al 24 jaar? Maar waarom? Waarom dan? Meer stond er niet in. Het spijt me. Ik moet haar opzoeken. Jody, ik weet hoe je je voelt, maar ze zit nu in een inrichting. Je krijgt misschien niet de antwoorden waar je naar zoekt. Ik ben niet op zoek naar antwoorden. Ik moet haar gewoon zien. Dat begrijp je toch wel? Ze is mijn moeder. Als ik in haar ogen kijk, kan ik ontdekken wie ik echt ben. Jody. Ze zit in een zwaar beveiligde DPA-faciliteit en jij wordt gezocht door elke wetsvertegenwoordiger in het land. Je kunt niet zomaar binnenlopen. Niets houdt me tegen. Ik wil haar zien. Luister. Je hebt veel geriskeerd door me te helpen. Dank je, Cole. Hey. Je dacht toch niet dat je zomaar alleen liet gaan, of wel? Het voelt niet goed, Jody. Ingang zonder bewaking. Lege parkeerplaats. Het klopt gewoon niet.
Als ik niet terug ben over 30 minuten, gewoon gaan. Ik ben niet meegekomen om te wachten. Cole, wacht! Probeer het beleefd te doen. Werkt elke keer. Hey, ik ben hier voor Nora Gray. Mag ik je pasje even zien? Oh. Misschien kan dat als uitzondering een keertje zonder pasje. Misschien kunnen we vandaag iets regelen. Het spijt me. Alle bezoekers moeten het juiste pasje hebben. In welke kamer zit ze nou? Zoek ik uit. Gevonden. Nora Gray, 7e etage, kamer 43. Dat gaat me goed. Wat nu? Aiden, kom op, open die deur. Shit. Je moet de bewaker eerst afleiden. Goed, Aiden. Nu die deur open. Kom op. Te ver weg. Jezus, ik word gestrest van die gekken. Kunnen we naar kamer 43 en dan weer weg hier? 43, gevonden, Jody. Goed werk. Ik wacht hier. Jody, misschien is ze niet aanspreekbaar. Ze merkt misschien niet eens dat je er bent. Misschien moet je niet naar binnen. Ik ben het. Jody. Help me, Aiden.
beide een gave. Besef je hoe belangrijk deze baby is? Je zou het niet kunnen, Nora. Laat ons maar zorgen voor alles. Dat is het beste. Laat ons maar. Speciale vermogens. Laat het maar weten als er iets ongewoons gebeurt. Verhoog de dosis. Zorg ervoor dat ze nooit meer bij mijn bewustzijn komt. Het spijt me. Het was mijn fout. Zo gemist. Wat deden ze? Wat hebben ze gedaan met je? Dat spul dat ze me gaven sloot me op in deze hel. Er is niets, niets dat ik kan doen. Alleen wachten op het einde. Ik ga je eruit halen. Ik ga je helpen. Het is te laat, Jodie. Het is te laat. Ik hou van je meer dan wat ter wereld dan ook. Niets zal dat ooit veranderen. Mama! Spijt me, Jodie. De meest krachtige condensator ooit gemaakt. Indrukwekkend, hè? Nathan! Jodie, het is goed om je te zien. Ik was zo bang dat er iets met je gebeurd was. Je bent afgevallen, hè? Je ziet er moe uit.
Gelukkig leef je nog. Kom, ga naar mijn kantoor. Alsjeblieft, ga zitten. Hoe voel je je? Het kan beter. Die klap op mijn hoofd heeft niet geholpen. Het spijt me, ze mochten je geen pijn doen. Maar ze wilden niet dat je hulp inriep van Aiden. Wat is er met mijn moeder gebeurd? Nora was instabiel. Ze waren bang dat ze een gevaar vormde voor haarzelf en haar baby. Mijn moeder zou me nooit pijn doen. Dat konden ze niet riskeren. Ik was onderzoeker bij de DPA, Jody. Ik ontdekte pas veel later wat er precies gebeurd was. Waar is Cole? Hij is thuis, veilig. Ik weet dat hij je probeerde te helpen. Rustig maar, niemand wordt gestraft voor jullie acties. Waarom heb je nooit iets gezegd over mijn moeder? Waarom heb je al die jaren de waarheid verzwegen? Ik wilde het je vertellen. Maar hoe vertel je een klein meisje dat haar leven een leugen is? Dus ik verzorgde je. Hield van je. Probeerde je zo goed mogelijk te beschermen. En wat nu? Geef je me gewoon terug aan de CIA? Is dat het plan, Nathan? Ze bracht je hier omdat er hier iets voor je te doen is. En ze zullen erg dankbaar zijn als je het ook doet. Helpen? Moet ik de mensen helpen die mijn moeder en mijn leven gestolen hebben? Is het dan nooit genoeg? Wij weten dat er een ander land toegang heeft tot de infrawereld. Ze denken dat ze het kunnen controleren en manipuleren. Ze hebben geen idee van wat erachter zit. Entiteit in onze wereld, wat moeten we dan beginnen, Jody? Waarom heb je juist hulp nodig van mij? Omdat jij de infrawereld beter kent dan anderen. Dat is CIA-werk. En daar ben ik klaar mee. Ze willen een deal met je sluiten. Jij doet dit voor hen. En dan laten zij je gaan. Jody, weet je wat er gebeurt als een doorgang wordt geopend? Dat wordt de apocalypse. Jij hebt de macht het te stoppen.